Er is een commissie ingesteld die binnen 2 dagen bij elkaar komt om de financiële achterstanden van het Diaconessenhuis en het Sint-Vincentius Ziekenhuis in kaart te brengen. Dit is het resultaat van de petitieindiening van de bonden van deze ziekenhuizen afgelopen donderdag bij vicepresident Ronnie Brunswijk. Bij die gelegenheid beloofde de vicepresident om die nijpende vraagstukken te bespreken met president Chandrika Prasad Santokhi. De personeelsleden van het Diaconessenhuis en het Sint-Vincentius Ziekenhuis zijn ontevreden omdat de CAO-onderhandelingen niet afgerond kunnen worden. Het niet ontvangen van de COVID-toelage is ook een heet hangijzer. Het gesprek tussen de 2 hoogste functionarissen heeft geleid tot een overleg tussen een clusterteam van ministers en de bonden die in beraad waren. In de commissie die de problemen zal bespreken, zijn het ministerie van Volksgezondheid, de directie van de ziekenhuizen en de bonden vertegenwoordigd. De regering wil dat binnen 10 dagen deze vraagstukken volledig zijn opgelost.